De eigenaren van deze eenjarige herder hebben een dreigbrief ontvangen. Met teksten als: hou die hond binnen. En als uw hond niet stopt met blaffen, dan krijgt hij een lekker biefstukje waarin hij stikt. En u ziet het, deze hond is hartstikke agressief. Ik schrok me rot, ja, ik zo zeggen. Mevrouw was behoorlijk overstuur. Ik denk, ja, je zult hem maar over een paar dagen vinden. Op zijn rug met vier pootjes omhoog. Ons tuin grenst aan een openbaar wandelpad. En als ze daar langskomen, ja, dan rent hij langs de afrastering en dan blaft hij. De brief is ondertekend door een boze buur. Maar het echtpaar heeft geen idee wie de schrijver zou kunnen zijn. Nee, zou ik echt niet kunnen weten. Er staat een boze buur. Nou, het zijn in ieder geval niet de buren hier in de directe omgeving. Maar ik denk dat het iemand is die behoorlijk overspannen is. Het echtpaar heeft aangifte gedaan en de herder die blaft niet meer. Hij heeft namelijk een anti-blafband. Zo ga je met elkaar niet om. Mensen onder elkaar die kunnen het probleem gewoon oplossen als er problemen zijn. Hij mag nog steeds bij u aanbellen? Hij mag zeker bij mij aanbellen. Kan hij nou een kop koffie krijgen ook? En van Sivan mag het ook zo te zien. Ja. Ja.